Bent u op de hoogte van de personeelstekorten overal? Ja, ik hoorde het inderdaad een paar keer voorbij komen. Maar ik denk ook mede natuurlijk door de corona dat bijvoorbeeld de horeca... Oh, ik sla dat ding. Heel veel mensen natuurlijk van baan zijn veranderd. Maar volgens mij is er sowieso een heel groot tekort in de zorg. En ik denk als dat inderdaad qua arbeidsvoorwaarden en misschien net wat meer met deze tijd meegaat, dat wellicht wat aantrekkelijker wordt om daar te gaan werken. Ik werk zelf in de zorg. Is ook personeelstekort en dat vind ik dan wel belangrijker dan een terrasje. Maar het terrasje is natuurlijk ook wel leuk. Maar... Hoe is het probleem op te lossen van de grote personeelstekorten? Ja, dat is een hele goede. Geen idee. Geen idee. Denkt u dat meer geld een oplossing is? Misschien in bepaalde branches wel. Maar als ik het heb over de zorg, dan kun je wel heel veel geld erbij doen. Ik vraag mij af, de zorg zie ik zelf wel iets wat je met je hart doet. En als je niks geeft om de zorg en je doet het niet vanuit je hart, dan kun je nog net zoveel geld hebben. Maar dan wordt het hem niet. Dat is heel vervelend. Ja, dat wordt dan steeds minder, mevrouw Heijnen. Is het geld de enige financiële prikkel? Het is wel het meest aantrekkelijke. Maar ook zeker de voorwaarden en het beleid, hoe er nog met de oudere mensen om wordt gegaan. Wij zijn een goed voorbeeld, mevrouw Heijnen. Ja, ja. En er is voldoende personeel in uw huis? Ik denk het wel, ja. Ja, gelukkig wel, anders konden we dit niet doen. Ja. Dus u bent best een bofkont? Dat vind ik wel, ja. Dat was ik sowieso. Nou, dat is mooi om te horen, toch? Misschien wat meer geld geven, zodat ze wat meer personeel krijgen. Misschien dat de mensen meer de horeca kunnen steunen, zodat er meer personeel meer geld krijgt, zodat ze meer willen werken. Denk je dat geld de enige oplossing is om meer personeel te krijgen? Nou, geld is wel een grote oplossing, maar gewoon lief doen tegen de mensen. En misschien een keer een tip geven of zo. Zodat ze hun werk moeten wel hun werk leuk vinden. Anders willen ze ook niet echt heel maar veel meer doen. Maar geld is waarschijnlijk niet de enige optie. Nee. Nou, ik vind dat echt heel jammer. En dat zou ook wel iets doen aan de straatbeeld en de gezelligheid in de stad. De COVID heeft dat bij ons gebracht eigenlijk. Er is een verschuiving geweest. En ik denk wel dat het... over een jaartje wel misschien weer anders is. Denkt u dat de mensen dan weer terugkeren naar de horeca? Ik denk degene die een andere plek gevonden hebben, dat die niet terugkeren. Je hoort wel dat er al horecagelegenheden een dag moeten sluiten vanwege personeelstekort. Maar ja, het is overal, hè? Ook in de zorg. Wat valt er volgens u tegen te doen? Geen idee. Ik heb zelf ook in de horeca gezeten. Dus ik denk, stimulatie in de horeca wordt er steeds minder. Maar wat is dan het probleem precies? Want u kent het klappen van de zweep. Veel mensen willen niet in de weekenden werken. In onregelmatige tijd, lange dagen maken. Is dat het grootste probleem? Denk ik. Ja, wat moeten we ermee? Wat doen we ermee? Hoe lossen we dat op? Ja, geen idee. Wat is de oorzaak van het personeelstekort? Ja. In de horeca weet ik het, want die mensen zijn ergens anders gaan werken in de coronatijd. En daar is nou heel moeilijk personeel te vinden. Tenminste, de sectoren die last hebben gehad van corona. Je zou veronderstellen dat die mensen die de horeca hebben verlaten, weer teruggaan naar dezelfde sector. Ja, dat zou je verwachten, maar blijkbaar is dat niet zo. En heeft u enig idee waardoor dat komt? Nou ja, misschien hebben ze wat anders gevonden en misschien wordt dat beter betaald. En dat ze daar nu blijven of bang zijn voor wederom een... ze zijn nog niet helemaal zeker, denk ik, van hun baan. Corona is nog niet helemaal voorbij. Dus dat zou een oorzaak kunnen zijn. Ja, dat zou heel triest zijn. Jammer. Ja. Voor de gezelligheid in de stad ook. Ja. Hoe komt het dan dat heel veel mensen sinds vorig jaar de horeca verlaten hebben? Zoals mijn vorige werk, waar ik eerst heb gewerkt, kan ik een paar voorbeelden noemen. Gewoon met de collega's die we werken is echt heel leuk. Maar er is soms echt gewoon vaak veel gezeik en dat maakt het werk ook wel wat minder leuk. Lief zijn tegen je personeel en zo. Dat is ook wel een hele grote ding wat je moet doen daar. Dus geld en gewoon lief zijn. Misschien willen we ook minder in de horeca werken. Misschien zijn het de tijden. Misschien, ik denk met name onder de jeugd dat die wel graag in de horeca werken. In het onderwijs weet ik het misschien wel. Ik denk zelf kleinere klassen. Ja.
Dat zijn wel hele grote klassen tegenwoordig waar je mee moest werken. Ook in moeilijke scholen. Ja. Aan de andere kant zijn er 2500 werklozen in de Katerbak in Almelo. Ja. Is dat misschien een goed idee? Ja, nou ja, dan verkorte opleiding of zij-instromen. Je moet natuurlijk wel iets weten van het vakgebied waar je gaat instromen. Of waar je gaat werken. Dus daar zou je zeker mee aan de gang kunnen. Ja. Maar dat kost tijd en geld. Dat moet zelfs. Dat kost tijd en geld. Ja. Merkt u dat het personeel te weinig is? Ja. 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 Het is echt, er wordt echt gekeken van... Nou, in ons geval, iemand krijgt een indicatie van 10 uur per week en daar moet alles van en dan mag ook niet buiten gegaan worden, zeg maar. Terwijl het soms een praatje met een bewoner net zo belangrijk is als de zorg. Wat doet uw organisatie om het personeelsbestand op peil te houden? Ja, nou, die is genoeg aan het adverteren op social media, in foldertjes, open dagen, open huizen. Dus, ja. En slaagt men daarin? Ja, wel. Ik doe zelf ook af en toe, heb ik in het verleden wel eens een sollicitatiegesprek gedaan. Maar je bent blij met alles wat komt, zeg maar. Maar vandaag kunt u nog even heerlijk op een terrasje zitten. Nou, ik moet straks wel werken.